Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Ik heb de gast vandaag in de studio, Marciano Millerson. Hij vertegenwoordigt EVA's Service Bureau. EVA's Service Bureau die organiseert dit jaar voor de derde keer Kraka Umang. Even goed zeggen, want anders gaat het straks op Kraka Uma lijken. Dus ik moet het goed formuleren. Huh? Yeah. Het komt erop neer dat we ook onze mannen moeten versterken. Want we horen altijd alleen maar over vrouwen. Maar ook onze mannen hebben natuurlijk de aandacht nodig. En EVA's Service Bureau die heeft gemeend om dus nu deze keer voor de derde keer een activiteit te organiseren. Speciaal in dit teken. What we need is a little cute time. Welkom. Klopt. Dank u wel. In Q-Time. Dank u wel. En... Ja, je zit een beetje in een vrouwenomgeving, en roze en oranje en zo. Ja. Roep dat vrouwelijke vibes bij je op of maakt het niet uit? Ik heb geen moeite daarmee. Ja, geweldig. Ik ben het ook gewend thuis. Ja. Nee, maar, vrouw en dochter zeker. Ja, ja oké. Okay. Klopt. Nee, maar... vertel eerst even een beetje over EVA's Service Bureau. Ja, wat voor organisatie is dat? Dus EVA's Service Bureau, die houdt zich onder andere bezig met een aantal activiteiten, verschillende disciplines. Mm-hmm. Maar met name ook natuurlijk het organiseren van evenementen. En ze staan er vooral bekend om als het gaat om huwelijken, weet je, wedding planning enzovoorts. Maar er zijn ook andere activiteiten die ze doen. Ik zal niet te veel uitweiden daarover. Okay. Maar wel de vraag waar het initiatief om dit te gaan doen. Dit initiatief is gestart in 2022, mm-hmm. Om dit te gaan doen, omdat voor mannen er vaak genoeg heel weinig evenementen georganiseerd worden. Behalve natuurlijk het voetbalveld. Natuurlijk, klopt. Okay. Behalve het voetbalveld, u heeft het heel mooi gezegd, maar daarnaast weet je heel weinig evenementen waarbij mannen versterkt worden, waarbij mannen gemotiveerd worden, belangrijke informatie kunnen meekrijgen om toe te passen, onder andere binnen hun gezin. Een speciaal platform waar ze zichzelf kunnen zijn. Mannen topics, mannen onderwerpen besproken kunnen worden. Waarbij mannen met elkaar kunnen praten over zaken. Wat zijn mannen onderwerpen? Nou, mannen onderwerpen. Kijk, mannen... Ik ben heel benieuwd wat zijn. Klopt. Kijk, mannen praten normaliter. Praten mannen niet veel. Weet u, wanneer ze onderling zijn... Is dat zo? Nou, okay. Wanneer ze onderling zijn, dan praten ze met elkaar. Ondertijd, klopt. Maar wanneer ze dan misschien thuis zijn, dan zijn ze misschien iets rustiger. Ik ben trouwens een van, ik ben één van ze. Toch? Ik ga het van u aannemen. Niet zoveel, toch? En het uiten vooral als het gaat om belangrijke, gevoelige dingen. Hè? Ja. Uiten mannen zich vaker niet. Ja. Weet u, en toch vraag je af, je is natuurlijk een hele brede maatschappelijke discussie die hierover gevoerd kan worden. Want zeker in onze Surinaamse samenleving worden mannen veel opgevoed door alleenstaande vrouwen. Zo is het. En dan vraag je af, als jullie inderdaad nu het predicaat vrouwen praten meer dan mannen hier in dit programma poneren, dan vraag je toch wel af als je inderdaad die veelpratende vrouwen stille mannen creëren. Wat gaat er mis in het verhaal? Ja, nee, dus kijk, ik denk dat wat belangrijk is, kijk, een vrouw heeft er plaats. En de vrouw die vervult haar functie als vrouw, als moeder. Maar de vader heeft ook een plaats. Ja, en vaak genoeg is het zo dat in heel wat gezinnen, heeft het net mooi aangehaald, er vaker één ouder gezinnen zijn waarbij vaak de moeder degene is die de kinderen opvoedt. Ja. En dan is dat gemis van die vader daar. Mm-hmm. Die vader heeft een bepaalde plek, heeft iets speciaals, dat geloof ik, van de schepper gehad. Wanneer hij praat met zijn kinderen, wanneer zijn aanwezigheid zorgt ook weer voor een bepaalde orde, een bepaalde structuur. Ja. Niet dat dat niet zo is bij de moeder, maar het is altijd zo geweest. Toch? Het is altijd zo. De moeder heeft weer een ander soort, dus meer dat gevoelsmatige, dat emotionele. Is bij de moeder, weet je, dat kind 9 maanden gedragen, is meer dat emotionele. Toch? Als ik nu kijk naar mijn vrouw, die kleine van ons thuis, weet je, is echt dicht bij die moeder. Maar dat is normaal, dat is de vrouw. En de vader heeft weer een andere taak. En je ziet vandaag de dag in de wereld heel wat mannen die eigenlijk die taak verzaken. Die hun verantwoordelijkheid niet opnemen en het laten voor de moeder. Ja. Of de moeder in de steek laten. Ja. Niet alle mannen zijn heel maar het gros, daar zie je wel. En ik geloof dat zo'n evenement het juiste evenement is voor mannen. Om te komen naar zo'n evenement, om echt die motivatie mee te krijgen, zodat ze een platform krijgen en je daardoor stabiele gezinnen krijgt.
En ook binnen de maatschappij ook. Kijk hoe weinig meesters je tegenwoordig hebt op scholen. Niet. Zijn weer meer vrouwen. Klopt. Snapt u? Hoeveel vrouwen zitten op de universiteit? Hoeveel mannen zitten op de universiteit? Ja. Het zijn meer, bijna meer vrouwen die naar de universiteit gaan en heel weinig mannen. Ja. Heeft deze Krakaumang editie een thema? Ja, het thema is Mibrada Kraka Mibaka. Mm-hmm. Okay. Dus dat is het ondersteuning thema. Klopt. Naar je medeman zijn. Manspersonen. Ja, dat is zo. Om je te versterken, klopt, zeg maar. En dat is het thema. Eigenlijk elkaar positief beïnvloeden ook. Zo is het. Dus dat is de bedoeling. Dat is de onderliggende gedachte. En het is Mibrada Kraka Mibaka. Ja. En het wordt georganiseerd op zaterdag 16 november. Mm-hmm. We beginnen 8:00 morgens. De bedoeling is dat we tot 2:00 verder gaan. En waarbij verschillende, het zal in blokken verdeeld worden, motivatiesessies, maar daarnaast ook een groepsdiscussie, waarbij we echt met elkaar gaan zitten, erover gaan praten. Er zal ook een speciaal panel zijn, een deskundig panel die ook zaken vanuit hun bril natuurlijk met de mannen, ze mogen zich vrij uiten, ze mogen vrij zeggen wat ze voelen, hoe ze denken over een bepaald onderwerp. Ja. En dat is de bedoeling. Dat wordt een heel mooie dag, geloof ik. Aan de hand van de onderwerpen die besproken zullen worden. Ja. Ik zal niet alles prijsgeven. Maar dat moet toch verrassen blijven. Klopt. Ja. Maar er mogen geen vrouwen komen. Nee, het is een men-only event. Alleen voor mannen. Streng. Okay. 2022 trouwens waren de vrouwen bij de eerste editie waren vrouwen toch wel bij betrokken. Ja. Maar daarna is het toen besloten dat het echt alleen voor mannen. Maar wat moesten we doen? We moesten koken, hè? Nee. De vrouwen mochten ook participeren. En trouwens, er is een verrassing, hoor. In ieder geval door de organisator heb laten vertellen. Is er een verrassing dat er blijkbaar misschien iets georganiseerd wordt waarbij de mannen en de vrouwen bij elkaar zullen komen. En er ook onderwerpen besproken zullen worden. Mm-hmm. Maar dat is een verrassing. Ja. Dat is een verrassing. Waar wordt dit gehouden? Het wordt gehouden in Art Kessel aan de Keizerstraat. Mm-hmm. Vlak naast John Seal Paints. Mm-hmm. Daar wordt het gehouden op zaterdag 16 november. We starten 8:00. De mannen trouwens hoeven niet thuis te eten. De vrouw hoeft dus zich geen zorgen te maken. Die man moet gewoon baden, poetsen, alles. En hij moet gewoon sportief gekleed, sporty casual zeggen we. Dat is de dresscode. Ja. Komen ze. En dan wordt er voor alles gezorgd. Okay. Het is een volledig ontbijtbuffet en gedurende de hele zomer. Oké. Okay. Moeten mensen betalen om hier naartoe te komen? Ja. De vraagprijs is dus per man, per persoon. US, trouwens 18 plus hoor. Mm-hmm. Laten we dat ook direct erbij vermelden. Okay. Het is 18 plus. Dus ben je jongen, dus het is, klopt. De grens is duidelijk. Klopt. En wat ik ook erbij wil vermelden, het is dus USD, Amerikaanse dollars, mm-hmm. 35 voor elke deelnemer. Maar er is ook een speciale registratiepakket. Als de vrouw, misschien luistert, meestal luisteren die vrouw, mm-hmm. en misschien wil die vrouw de man verrassen. Natuurlijk na afstemming, sommigen die verrassen gewoon. En dat is het voor, als de vrouw de man registreert, is het de Amerikaanse dollar 30. Oké. Okay. Dus die vrouw krijgt een $5 korting. Zo lief zijn jullie. Als de man met zijn matties in een groep, mm-hmm. of gewoon als groep ze registreren, dan mogen ze per persoon ook een $30 Amerikaanse dollars betalen. Okay. Maar dan ga je helemaal in het thema, hè? Klopt. Ja. En als de vader en zoon of zonen zich registreren, dan wordt het $25 US per persoon. Family korting. Helemaal. Heel mooi. Ik vind het een heel erg mooi evenement. Klopt. Dus ik hoop dat er inderdaad veel animo zal zijn. Heb je toch wel gemerkt dat de animo groeit is de afgelopen 3 jaren? Ja. De reactie tot nog toe. Hele goede reacties gehad. Ja. En we geloven dus dat de derde editie ook heel goed samen met zich zullen meebrengen. Mogen mensen zich vooraf registreren? Of ze gewoon komen? Ja, dat was ik bijna vergeten. Ja. Ze moeten zich ze moeten zich registreren. Ja. En ze mogen dus appen op het nummer 773-7089. Okay. Ik ga het nog een keer herhalen. Mm-hmm. 773-7089. Prima. En dan mogen ze zich registreren en dan worden ze dan verder verwezen. Jij bent zelf ook erbij? Ja, ik ben er zelf bij. Met broers, ik weet vrienden, nog niet. Ik weet niet, ik heb ook mijn bradas uitgenodigd, dus we zien wel hoe ze reageren. Prima. Marciano, hartelijk bedankt. Dank u wel. Heel erg veel succes met het evenement. Dank u. Ja? Is goed.
We hadden vandaag in de studio Marciano Millerson. Hij sprak namens Eva's Service Bureau. Ja. Eva's Service Bureau over het evenement op 16 november. Ik weet niet of u het weet, maar op 19 november is het de Internationale Dag van de Man. Dus in dat kader is de datum een beetje gekozen in de buurt van de 19e. En dat is dus op de 16e, op zaterdag van 8 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. En dan is er eigenlijk een mannenversterkend evenement. Kraka Hubrada Baka is het thema dit jaar. Wilt u meer informatie hierover, dan kunt u contact opnemen met Eva's Service Bureau voor meer informatie via de social media platformen. En natuurlijk via het appnummer dat Marciano net doorgaf. Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.